Aan de Droogse Hof in Malden zullen 18 tiny houses worden gebouwd. De tijdelijke woningjes zijn bedoeld voor jongeren op de woningmarkt. De gemeente Heumen heeft deze week met omwonenden over het plan gesproken. Doelgroep van de kleine woningen zijn mensen van 20 tot 30 jaar uit de gemeente Heumen, zoals pas afgestudeerden die net aan hun eerste baan begonnen zijn. De huurprijs wordt €580 per maand. De Nijmeegse Richtergroep eist een schadevergoeding van de gemeente Nijmegen. Volgens de directrice van de Richtergroep heeft de gemeente, en vooral wethouder Bert Frings, onzinverhalen verspreid over de zorginstelling. Ze eist nu zo'n 7 ton schadevergoeding van de gemeente. In juli was de situatie nog andersom. Toen diende de gemeente juist een schadeclaim in tegen de Richtergroep. Er zou fraude gepleegd zijn met persoonsgebonden budgetten van cliënten. Volgens de advocaat van de instelling hebben de uitspraken van Frings over de situatie van de Richtergroep, die inmiddels failliet is gegaan, grote schade aangericht. Ook zouden de groep en haar directrice bedreigd zijn via internet naar aanleiding van het nieuws. Het was de week van de algemene beschouwingen en daarom hebben we het zondag in Studio De Streek onder meer over de gemeente Druten. Dini Uitenhaag van Sociaal Maas en Waal komt langs. Zij heeft namelijk de nodige kritiek op de plannen van de gemeente Druten. Ook komt Rob Verheijen praten. Zijn CDA diende gisteravond een motie in om drugsgebruik in de openbare ruimte te gaan verbieden. En daar werd positief op gereageerd. Dus we horen zondag hoe dat allemaal precies zat. En verder gaan we het ook hebben over de politiek in Nijmegen. Volkert Vintges komt langs. Hij staat tweede op de kieslijst voor GroenLinks. En we gaan eens kijken wat voor plannen hij allemaal heeft. Zondag in Studio De Streek tussen 12 en 2. Door de brand in winkelcentrum Wezenhof is de leefbaarheid van de wijk ernstig verstoord. Wezenhof kan zo niet de winter in. Dat vindt althans de fractie van D66 Nijmegen. De fractie gaat dan ook vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Op 11 april van dit jaar brandde het overgrote deel van winkelcentrum Wezenhof af. Wat overbleef was een kale, betonnen vlakte met vloerdelen en tegels. Al voor de brand werd gesproken over nieuwbouw van het winkelcentrum, maar tot een concreet plan met planning heeft dat nog nooit geleid. Als het aan D66 ligt, komt daar nu dus verandering in.